Een hele goede middag allemaal. Welkom op deze webinar over onze nieuwe methode MAVO en ik. Mijn naam is Frederik van der Velde, educatief adviseur van Uitgeverij Van In. Zoals jullie kunnen zien, doe ik deze webinar ook van thuis gezellig aan mijn bureau. Het is even wennen, maar dat komt helemaal goed. Momenteel zitten we met honderden leerkrachten gezellig bij mij thuis. Het doel van deze webinar is om onze nieuwe reeks MAVO en ik voor maatschappelijke vorming in de eerste graad te tonen en toe te lichten. Eerst een paar praktische zaken om de webinar vlot te doen verlopen. Aan de rechterkant heb je twee knoppen, chat en vragen. Via chat kunnen jullie met elkaar op een veilige manier in gesprek gaan, want de afstand van 1,5 meter is zeker bewaard. Als jullie tijdens de webinar vragen zouden hebben, kunnen jullie die stellen via de knop vragen. Mijn collega's zitten daar en zullen jullie vragen zo snel mogelijk beantwoorden. Jullie zijn met veel, dus dat gaat niet altijd eenvoudig zijn voor hen. Kijk zeker goed naar welke vragen er al gesteld zijn. Zie je een vraag die ook voor jou interessant is? Klik dan zeker op het icoonpijltje naast de vraag. Zo kan je een vraag van iemand anders upvoten. Zo zien wij dat dit een belangrijke vraag is voor jullie en kunnen we hier extra aandacht aan geven. We proberen tijdens dit webinar zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Heb je geen vraag of geen antwoord gekregen, dan nemen we zeker nadien contact met je op om je vraag op te lossen. We registreren elke vraag en gaan ermee aan de slag. Moest je nu toch technische problemen ervaren tijdens dit webinar, dan raden we je aan om te surfen via Google Chrome. Als je scherm even blijft staan, klik dan op de F5-toets. Rechtsbovenaan zie je ook nog enkele handige knoppen. Via het enkele pijltje kun je de vragen en chatbox verbergen en zo het scherm breder maken. Via de dubbele pijltjes zet je het volledige scherm aan. Door op het belletje te klikken, zet je de meldingen van chats en vragen uit. Dat is iets stiller. We bieden jullie de mogelijkheid om boeken van MAVO en ik te bestellen. De boeken worden naar jullie thuis opgestuurd, zodat je alles achteraf nog eens rustig kunt inkijken. Oké, dan gaan we... Daar is de link voor het formulier. Ondertussen zet ik de presentatie klaar. Hier is de presentatie en we gaan van start. Zo, we gaan van start met de presentatie van MAVO en ik, de nieuwe methode maatschappelijke vorming, helemaal op maat van de B-stroom. MAVO en ik is perfect gemaakt op maat van leerlingen uit de B-stroom. De gestructureerde manier waarop elk thema opgebouwd is, geeft de leerlingen rust, zekerheid en voldoende ondersteuning. Ons doel met deze methode is om de leerlingen te motiveren en dan een kritische blik mee te geven naar de wereld rondom hen. In september 2020 lanceren we de volledige eerste graad. Hier zien jullie de opbouw van de presentatie. Eerst vertel ik iets kort over de drie thema's die terugkeren. Vervolgens vertel ik jullie meer over hoe we zorgen voor inleving aan de hand van 5 spelfiguren. Dan licht ik jullie onze duidelijke structuur toe, namelijk de overstructuur. Hierop gaan we dan dieper in op elk onderdeeltje, oriënteren, voorbereiden, uitvoeren en reflecteren. Vervolgens vertel ik jullie hoe we zorgen voor een geleidelijke opbouw van opdrachten en groepswerken. En daarna ontdekken jullie voor duidelijke houvast voor de leerlingen uit de B-stroom. We werken met kaders, iconen, chatbox, toolbox, moeilijke begrippen en woordenlijst. En dan vertel ik jullie meer over de evaluaties die we aanbieden. Ten slotte vertel ik jullie meer over ons online leerplatform Didit. Het leerplan Maatschappelijke Vorming is opgebouwd uit 3 inhoudelijke rubrieken. We hebben die 3 inhoudelijke rubrieken verwerkt in 3 thema's die zowel in eerste als tweede leerjaar aan bod komen. De thema's zijn ik als persoon. Wie zijn de leerlingen als persoon? Bijvoorbeeld lichamelijk, mentaal, hun sociaal welbevinden, hun gevoelens en gedachten. Is hun levensstijl gezond? Welke keuzes maken ze op het gebied van budget, media, gezondheid enzovoort? In het tweede thema bieden we inzicht in een relatie met anderen. Samenwerking en sociale vaardigheden, identiteit en diversiteit, de beïnvloeding van de jongeren als consument en het gezinsbudget. In het derde thema, ik en de wereld,
geven we inzicht in de wijze waarop de samenleving functioneert en maken we hen vaardiger in de participatie in die samenleving. We hebben het onder andere over de rol van de overheid, belang van mensen- en kinderrechten, duurzaamheidskwesties enzovoort. In elk thema is persoonsvorming een rode draad doorheen de inhouden. In elk thema zijn er 3 tot 4 hoofdstukken. Doorheen het boek nemen 5 speelfiguren je leerlingen mee op weg. Deze personages zijn leeftijdsgenoten van leerlingen en hebben herkenbare en diverse profielen en komen uit verschillende leefwerelden. Leerlingen kunnen zich vaak associëren met 1 of meerdere aspecten van een speelfiguur. Op die manier kunnen je leerlingen, door gebruik te maken van de speelfiguur, ook persoonlijke dingen vertellen zonder dat ze zichzelf eigenlijk moeten blootgeven. Bijvoorbeeld, de gezinssituatie is al verschillend bij die mensen. De ouders zijn getrouwd, of gescheiden, of alleenstaand, er is een homokoppel bij, of ze zijn deel van een nieuw samengesteld gezin. Er zijn veel of weinig of geen broers en zussen. De financiële situatie is ook anders. Krijgen de kinderen zakgeld, hebben ze andere bronnen van inkomsten, zoals klusjes, babysitten, geld krijgen, enzovoort. De speelfiguren vertellen aan de hand van een strip in het leerbare boek of via een filmpje op Didit met welke problemen ze in het dagelijkse leven geconfronteerd worden. Het gaat bijvoorbeeld van pestproblemen tot een gestolen bankkaart. Elk hoofdstuk binnen de thema's is op dezelfde manier opgebouwd, namelijk gebaseerd op de overstructuur. Deze methode wordt ook in taalvakken gebruikt. Eerst gaan de leerlingen zich oriënteren. Dit betekent dat ze een inleiding krijgen over het onderwerp. We stellen duidelijk wat er van hen verwacht wordt en we kijken of ze al eventuele voorkennis hebben over het onderwerp. Daarna gaan ze zich voorbereiden. Dan wordt het dus nog concreter wat ze gaan doen, welke stappen ze hiervoor moeten volgen en wat ze daarvoor nodig hebben. Zoals begrippen die ze grondiger leren kennen, filmfragmenten bespreken en analyseren, werken met de kaart van België en zo verder. Kortom, alles wat ze nodig hebben om opdrachten uit te voeren, leren ze in deze fase. Vervolgens komt de uitvoeringsfase. Hier hebben we in de vorige fases naartoe gewerkt. En tenslotte is er een moment van reflecteren. Doorheen de hoofdstukken houden we telkens dezelfde kleuren aan. Oriënteren staat altijd in het geel. Voorbereiden in het blauw. Uitvoeren in het rood. En reflecteren in het groen. Zo is het voor de leerlingen altijd duidelijk in welke fase van het hoofdstuk ze zijn. Op die manier hebben de leerlingen het nou vast en weten ze wat er van hen verwacht wordt. Deze overstructuur komt in elk hoofdstuk terug. Die terugkerende structuur is heel herkenbaar voor de leerlingen van de B-stroom. Elk thema is dus opgebouwd uit verschillende hoofdstukken. Maar elk hoofdstuk, doorheen elk thema, is op dezelfde manier opgebouwd. Zowel in het eerste als in het tweede leerjaar. Zoals je ziet, komen de kleurencodes telkens terug, ook in de inhoudsopgave. We gaan nu dieper in op deze overstructuur, deeltje per deeltje. Elk hoofdstuk start dus met een gedeelte oriënteren. De leerlingen krijgen een inleidende oefening over het onderwerp en de brainstormsessie. Soms stellen we hen meer persoonlijke vragen, soms is het meer in groep, zoals bijvoorbeeld in klaswinkel. Op deze manier activeren we hun voorkennis over het onderwerp. Zoals je hier kan zien is de hele kleur duidelijk aanwezig, zowel in de opdrachtkaders als in alle andere kaders die we gebruiken. Vervolgens gaan je leerlingen aan de slag in het gedeelte voorbereiden. Hier worden de noodzakelijke kennis, vaardigheden en ook werkvormen voor het gedeelte uitvoeren aangeleerd en aangereikt. Hier kan je bijvoorbeeld zien dat we enkele begrippen dus dieper gaan benaderen, zodat ze goed weten wat dit inhoudt. Zo zijn de leerlingen klaar voor de volgende fase. Je kan zien dat alle kaders een blauwe kleur hebben. Vervolgens zijn je leerlingen aangekomen in het uitvoeringsgedeelte. Wat ze in de oriënterings- en de voorbereidingsfase hebben aangeleerd, passen we hier toe op een nieuwe oefening of een nieuwe situatie. Ook hier is die duidelijke kleur rood aanwezig. In het laatste gedeelte is er een moment van reflectie en gaan de leerlingen zichzelf evalueren. Aan het einde van elk hoofdstuk vinden ze een kader met een checklist. Hierin staan allerlei leerlingvriendelijke lesdoelen geformuleerd die in dat hoofdstuk aan bod gekomen zijn.
Je leerling kan dan aanduiden, ik kan het, of hier kan het nog groeien. De groene kleur is hier ook duidelijk aanwezig. Daarna is het ook mogelijk om op het online leerplatform Didit verder te oefenen. Elke leerling kan er op maat oefenen. Ook sterke leerlingen worden daar uitgedaagd. Om de leerlingen te begeleiden bij opdrachten maken we telkens een stappenplan. Op deze manier is er een geleidelijke opbouw van opdrachten en worden je leerlingen niet meteen in de diepe gegooid. Hier kan je enkele voorbeelden zien uit de eerste hoofdstukken van het eerste jaar. Zoals je ziet starten we het echt bij het begin. Hoe ga je dit doen? Wat heb je ervoor nodig? Noteer de werkwijze. We nemen hen dus stap per stap mee en bieden hen een houvast bij opdrachten. Bij sommige opdrachten is er ook de mogelijkheid om als leerkracht tussentijdse feedback te geven. Op deze manier kun je je leerlingen tijdig bijsturen indien nodig en niet pas achteraf corrigeren. Ook bij de groepswerken zorgen we voor deze gefaseerde opbouw. Er is telkens een gedetailleerde beschrijving van wat er van hen verwacht wordt en op welke manier ze verder moeten gaan. Op deze manier worden de leerlingen stap voor stap begeleid. Hier zie je bijvoorbeeld in de gele kader hoe we dit opbouwen. We verwachten bijvoorbeeld eerst iets van hen individueel, daarna mogen ze het vergelijken met hun buur, daarna pas met de volledige klas. We begeleiden en ondersteunen je leerlingen niet alleen via deze structuur- en stappenplannen, maar ook via andere onderdelen. Doorheen de hoofdstukken vind je regelmatig kaders. In deze kaders staat er extra informatie. Leuke weetjes of ze geven je leerlingen een duidelijke weergave van de leerstof. Om het voor je leerlingen nog helderder te maken, gebruiken we enkele duidelijke iconen. Deze verwijzen naar online lesmateriaal. Dit icoon verwijst naar beeldfragmenten. Dit icoon naar groepswerken. En de plus verwijst naar de verdiepingsopdrachten. Achteraan elk leerwerkboek vind je een aantal werkwijzers onder de noemer Toolbox. Onder andere een werkwijzer om een mindmap te leren maken en eentje over hoe je best een groepswerk aanpakt. Online, op Didit, wordt optioneel een werkwijzer aangeboden over hoe best een PowerPoint-presentatie aangepakt wordt. Deze werkwijzers kan je actief in de les benutten, gebruiken als ondersteuning voor de leerlingen of als remediering. In een aantal thema's wordt de werkvorm Chatbox aangeboden. In dit onderdeel kan je je leerlingen tijdens een klasgesprek laten oefenen om hun mening te uiten en deze ook met argumenten te onderbouwen. Ook is het hier belangrijk dat ze leren om te luisteren naar andere meningen en invalshoeken. Ook hier zorgen we voor voldoende houvast en stappenplannen. Doorheen het leerwerkboek worden ook moeilijke begrippen telkens aangeduid in bold of in het vet en met een stippellijn. Elk onderlijnd begrip vinden leerlingen terug in de woordenlijst. Soms staat er ook in het boek al een woord verklaard. De woordenlijst is erg zorgvuldig samengesteld en kan op verschillende manieren gebruikt worden als leren doen. In deze lijst wordt het hoofdstuk vermeld, waarin ze terug te vinden zijn. En hun verklaringen worden gegeven, maar daarnaast is er ook plaats gelaten om een begrip uit te leggen in hun eigen woorden. Leerlingen leren hierdoor iets uitleggen en verwoorden en het nadenken over de juiste formulering. Onderaan is er plaats gelaten, zodat een leerling ook nog met zijn eigen woorden moeilijke woorden kan toevoegen. We focussen op breed evalueren. Per thema bieden we 2 evaluaties aan op Didit, in de vorm van toetsen of taken. De evaluaties worden aangeboden in bewerkbare vormen. Een puntenverdeling is bijvoorbeeld niet steeds voorzien. Die kunnen jullie als leerkrachten zelf vastleggen. Groepswerk kan door middel van een aanpasbare verbetersleutel geëvalueerd worden. Op het einde van elk thema biedt de reflectieopdracht de leerlingen de kans om stil te staan bij het eigen functioneren. En dan de tussentijdse feedbackkaders bij grotere opdrachten bieden de kans om via gerichte feedback bij te sturen waar nodig. Dus dat kan jij als leerkracht zelf doen. Dit is wel uniek voor maatschappelijke vorming, MAVO en ik op Didit. Ons digitaal leerplatform is zo belangrijk geworden de laatste weken.
digitale ondersteuning voor de leerling en de leerkracht. Je vindt er dus de digitale handleiding. Hoe ziet dat eruit? Wel, het handboek is kleiner weergegeven en daarom wordt alle informatie gegeven. Bij de start van elk hoofdstuk voorzien we een overzicht van de bereikte leerplandoelen en eindtermen, inclusief het beheersingsniveau van Bloom, zowel voor de leerplannen maatschappelijke vorming als voor het ICT-leerplan en het funderend leerplan. Wanneer in het overzicht bij een N-term BG staat, verwijst dat naar basisgeletterdheid. Dat betekent dat deze eindterm door elke individuele leerling op het einde van de graad behaald moet worden. Dan is er natuurlijk het bordboek met slimme functionaliteiten. Je vindt op dit ook aanvullend audiovisueel materiaal. Je vindt er ook aanvullend bronmateriaal. En, sedert enkele weken, kan je nu ook op dit eigen lesmateriaal toevoegen, die je al dan niet kan delen met je leerlingen. Indien dit allemaal nieuw zou zijn voor jou, laat je dan absoluut niet afschrikken, want voor de start van het schooljaar organiseren we summer schools, waar we dit van naaltje tot draadje zullen uitleggen. We weten nu natuurlijk nog niet of dat live zal gebeuren of via webinars, maar jullie worden daarvan op de hoogte gesteld via onze mailings. De leerlingen hebben op dit toegang tot het boek dat ze digitaal kunnen bekijken thuis. Dit is het e-book. Oplossingen kunnen gedeeld worden door jullie. Daarnaast zijn er ook nog adaptieve oefeningen. Leerlingen kunnen oefeningen maken op hun eigen niveau. De leerkrachten kunnen ook opdrachten klaarzetten en toetsen of evaluaties doen. Jij als leerkracht kan je leerlingen perfect opvolgen in wat ze doen, welke oefeningen ze maken, waar de fouten zitten, de tekorten, en zo kan jij bijsturen waar nodig. Bij alle nieuwe Van In-methodes in de eerste graad bieden we voor alle netten 13 fiches aan, met verschillende documenten per fiche voor transversale oplossingen. Het zijn fiches voor de realisatie van niet vakgebonden transversale eindtermen. Enkele voorbeelden van zijn zelfreflectie, notities maken, emoties bespreken, informatie beheren en dergelijke meer. Nu komen we bij de prijzen. In het zwart, MAVO en ik 1 en 2, het leerwerkboek, dat is voor de leerlingen, dat is €22 voor de beide jaren. Dan heb je het grijs, het comfortpack en het comfortpack plus. Comfortpack voor 1 en 2 is €62. Voor het comfortpack plus, ook voor 1 en 2, is €98. Wat is het verschil tussen een comfortpack en een comfortpack plus voor de leerkracht? Bij de comfortpack zit de handleiding digitaal. De comfortpack plus is de handleiding ook digitaal in te zien, maar krijg je ook een papieren versie. Stilaan kom aan het einde van deze presentatie. Wil je nog meer weten over MAVO en ik? Dan kun je surfen naar deze link. Dus www.vanin.be/MAVO en ik. Daar vind je alle informatie rond het didactisch concept. Kan je proefhoofdstukken inkijken? Geven we inkijk in de inhoudsopgave van de boeken voor beide leerjaren? En kom je meer te weten over welke eindtermen en leerplandoelen we behalen? En hoe we omgaan met de taxonomie van Bloom? Ik ga de PowerPoint sluiten en teruggaan naar... Zo. Zien jullie mij terug? Oké, hier ben ik terug. Even kijken. Zo, hopelijk is alles nu duidelijk hoe MAVO en ik werkt voor jou en ondersteun bij het vak maatschappelijke vorming in de eerste graad. Hebben jullie nog vragen? We blijven hier zeker nog 20 minuutjes aanwezig in de chatbox. En daarna zijn we steeds voor jou beschikbaar via onze mail, secundair.onderwijs@vanin.be. Zodra al onze webinars hebben plaatsgevonden, dan mag je een e-mail verwachten in je e-mailbox, met een link naar alle opgenomen webinars. Wil je graag een presentatie van MAVO en ik voor de hele vakgroep van de school? Dan kan je de educatief adviseur contacteren. Die neemt met jou contact op en dan zal hij jou helpen. En dan kan je de beste keuze maken. De link verschijnt nu van de contacten van de adviseurs. Bedankt om dit webinar bij te wonen. Ook bedankt aan mijn collega's in de chatbox, die al jullie vragen hopelijk hebben kunnen beantwoorden. Nog veel goede moed
tijdens de komende periode. Stay safe en een heel, heel, heel fijn weekend. Want het ziet er naar uit dat het heel goed weer wordt. Tot de volgende keer. Dag!